Yes, for Dusan, how much do you want to pack Schaal again? Na ruim 2 maanden wachten en afzien begint vanavond voor Ajax het officiële seizoen. Om 6 uur is PSV de tegenstander in de finale van de Johan Cruijffschaal. Ondanks dat Erik ten Hag nog niet op al zijn spelers kan rekenen en de transfermarkt nog tot 31 augustus duurt, komen er meteen belangrijke weken aan. AT5 kijkt samen met Ajax-watchers Freek Jansen van het AD en Valentijn Driessen van de Telegraaf vooruit op het nieuwe seizoen. Hoge verwachtingen van Ajax? Ja, zeker wel hoge verwachtingen. Absoluut, dat moet ook wel. Na afgelopen seizoen, na het geweldige seizoen met die dubbel en ook het sprankelende voetbal, ja, is het gewoon logisch dat de lat heel hoog ligt. Denk je dat Ajax ook gaat domineren de aankomende jaren, ook vooral in de competitie? Ja, 100%. En dat is ook het oogmerk van de club. Dat willen ze ook, want we weten allemaal dat in 2024 dan komt er een scheiding tussen de allerbeste clubs van Europa. En daar wil Ajax graag bij zijn. Ja, dan kan het niet zo zijn dat je 2 of 3 keer als tweede of derde eindigt. Nu raken we niet aan. Die willen we pas morgenavond. Hey. Erik ten Hag is achter de schermen hard bezig het nieuwe Ajax vorm te geven. Het wegvallen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zal ervoor zorgen dat de invulling van die posities zullen veranderen. Hoe lang denk je dat ten Hag nodig heeft voordat hij zijn puzzel in elkaar heeft? Want dat duurde vorig jaar nogal lang. Zou dat sneller gaan dit seizoen? Ja, wat hij zelf zegt, hij gunt zichzelf tot half september, meen ik. 5, 6 wedstrijden, 5, 6 weken. Dat heb je wel nodig, ook omdat er natuurlijk 2 steunpilaren zijn weggevallen. En dat moet je opnieuw invullen. Ik heb maar 1 wens als het er mag. Ja, want wie zou er bijvoorbeeld op de plek van Frenkie de Jong kunnen spelen? Zou Masraoui daar ook kunnen spelen? Ja, zeker, absoluut. Eiting is natuurlijk weer fit. Dat is heel mooi. Het is natuurlijk lang eruit geweest. Spelen die daar kan spelen. Nou ja, Schöne die is aan zijn 88e seizoen bij Ajax bezig. En die is nooit versleten. Hè? Iedereen schrijft hem steeds af, maar die komt automatisch ook weer terug. Marien kan daar spelen. Masraoui kan daar inderdaad ook spelen. Nou, misschien Donny van der Beek was voorheen wel eens de bedoeling om daar te spelen. Maar die deed als nummer 10 natuurlijk ook heel goed. Ook met zijn diepgang. Maar is ook wel een type speler die daar uit de voeten zou kunnen. Dus ja, er zijn opties genoeg. De grote leegloop waar iedereen op zit te wachten blijft tot op heden uit. Dat Frenkie en Matthijs zouden vertrekken was wel duidelijk. Maar kunnen we eind september nog genieten van de verrichtingen van Ziyech, Van de Beek of Neres? Ik denk eigenlijk dat nog maar 1 van die 3 zal vertrekken. Donny van de Beek? Daar is nu wel de meeste beweging omheen. Dus dat zal me niet verbazen. Aan de andere kant is dat ook wel de speler die Ajax echt heel graag wil behouden. Ook een soort boegbeeld natuurlijk. En na De Ligt en De Jong zou het dan denk ik de derde boegbeeld zijn dat je verliest. Dus ik kan me voorstellen dat Ajax sowieso heeft van we willen sowieso nog een jaar houden. Maar goed, als Real komt voor Donny van den Beek, dan denk ik dat ook met de bedragen die daarmee in omloop gaan, dat een vertrek tot gevolg kan hebben. En Neres die wil ook niet bijtekenen, dus dat is ook al een signaal. Dus ik denk als er een goede club voor Neres komt, dat die ook weg is. En dan moet je voorin toch wat doen. En dan kan je zeggen van ja, we hebben Promes gehaald en het ziet er allemaal wel aardig uit zo. Ja, dat klopt wel. Maar je bent wel op een heel hoog niveau bezig. En de verwachtingen zijn hoog of liggen hoog. Dus ik denk dat je dan... Er is natuurlijk niet voor niks interesse in Bergwijn. En mocht hij tussentijds naar Sevilla, ja, dan zal Ajax echt nog wel een andere jongen op het oog hebben om binnen te halen. Sergio Dest valt ook op in de voorbereiding. Is hij een potentiële rechtsback als Masraoui bijvoorbeeld naar het middenveld gaat? Ja, hij kan geloof ik linksback, rechtsback, rechtshalf, linkshalf. Ja, dat is een jongen die wel overal terecht kan. Wat ik vooral mooi vind is dat een speler vanuit de eigen opleiding. Hè, Ajax heeft nu natuurlijk afgelopen jaar wel een aantal stappen gemaakt. Dat er toch iemand is vanuit die opleiding die aanhaakt. Dat betekent dat ze hier toch wel wat goed doen in die opleiding. En dat het niveau van de opleiding gewoon heel hoog is. En ik hoop dat het meer spelers lukt om zo dicht bij het eerste elftal te komen. Maar als jij de hele voorbereiding staande houdt bij Ajax en dan... Weet ik wel, er zijn natuurlijk een aantal spelers niet bij. Maar deze jongen gaat natuurlijk bij de selectie blijven. Vind ik dat echt een compliment. En ja, dat wil het publiek graag zien van Ajax. En dat wil iedereen hier graag zien. Vanavond dus de aftrap van het nieuwe seizoen met weer een kans om een schaal te pakken. How much do you want to pack Schaal again? Ja. Yeah. Always you want to pack Schaal. We want to do a lot, and yeah, it's on the obsessie, maar wij moeten doen alles mogelijk dat wij pak schaal.